We zijn bij Kuin op Zuid. We gaan eens kijken of het er gezellig is. Ja, zeker. We zien ons een beetje warm en drinken. En, het is heet. Heet. Wel heet. En hoe kon je nog veel vanochtend? Voor de gezelligheid. En is een beetje gezelligheid. Kijk maar even hè. We stonden hier met Frank Seury van de organisatie. Frank, ja. Wie is de organisatie verlopen tot nu toe? Geweldig, geweldig. Voor zo'n evenement als dit zijn de artiesten dan moeilijk te vinden. We zijn nu al bezig voor 2018. Dus we moeten al heel weet van tevoren moeten we artiesten gaan boeken. Vandaag krijgen we gewoon ja, nul op request. Wie is dat nu om met de vastelovend artiest te zien? Ja, dat is het zoeste wat er is als ze om vastelovend geeft. En dan kunnen ze andere vastelovend gangers een beetje entertainen. Dat is geweldig, hè. Zelf ook vol plezier maken en gaas geven. Super. Wij zijn wel weer te gek stoppen nemen. Ja, echt hoor. En hoe is jij nog op zoek vanavond? Alleen maar bier verder. En ik ben op safari nog weer? Ik joh. Joh, joh. Wat heb jij bier? Dat is een zeker eens. Ja, een hint eigenlijk. Ja. Dat doen we eigenlijk al een paar jaar bier in. Nog maar laten de oven een beetje vormen, dan wordt hij een beetje ziek. En jij zelf? Ik geniet. Ik mag nog alles hebben van de dokter. Van de vrouw? Dan moet je even aan de vrouw vragen. Hallo, mocht jij alles hebben? Ja, van mij wel. En wat vind ik van zien hem? Van zien hem, die hem. Oh, dat is een fijn hem. Maar ik vind eigenlijk alle optredens van leuk. Ja, is gezellig. Ja. Ik vind jou ook wel leuk. Ja. Dat moet je nog niet opzetten. Het ging van boven. Laat je witte nood voor de finale. Dat lijkt me eigenlijk ook wel wat. Hier voor al die mensen staan als artiest. Hallo. Hallo. Doe je? Ja. Vanuit mijn woonkamer, met mijn eigen keyboard, televisie, die eerste aflevering van de Willy Waanzin Show. Vandaag gaan we ons eigen nummer schrijven. Jetzt geht's los. Het schrijven van een witte nummer 1 hit. Maar wij gaan eerst oefenen met YouTube tutorials. La la la. Entschuldigung, Leute. Scheiße.